Welkom bij Top 5's Horrormaand. Veel spookhuizen en hun verhalen hoor je meer vanuit Amerika. Maar ook onze kleine Nederland heeft een aantal echte enge spookhuizen. Dus mocht je met Halloween een echt spookhuis willen bezoeken, dan heb ik hier voor jou 5 engste spookhuizen van Nederland. Al jarenlang zijn er verhalen over de villa aan de Rutger Jan Schimmel Penninklaan nummer 3 in Den Haag, waar vroeger de Raad van Cultuur zich had gehuisvest. De verhalen gaan over een geest die daar rondwaalt en wordt ook wel het spook van de raad genoemd. Vaak 's avonds werden door omstanders een aanwezigheid gesignaleerd. En dat konden de medewerkers van de raad ook bevestigen. Vaak werden er voetstappen of een bloedstollende kreet gehoord. Toen de Raad van Cultuur een exorcist wilde benaderen, houdt de spook zich rustig. Maar kan ook zijn omdat de raad even later een ander onderkomen heeft gevonden. Wie het spook is, komt vanuit een theorie. In 1931 zou er een steenrijke suikermagnaat vermoord zijn. Ze troffen hem aan met handen en voeten vastgebonden. Zou dit de gekwelde geest zijn die er rondwaalt? Wie zal het zeggen? We blijven even in Den Haag, aan de Sophialaan. De villa heeft sterke Indische connecties. Er wordt Ruma Setan genoemd, het huis van Satan. In 1832 werd meneer Bout op West-Java ernstig verwond, waarna de dader werd omgebracht. Bout kreeg zijn schedel mee en bewaarde die tot zijn dood. En bracht het hoofd in 1859 mee naar zijn huis aan de Sophialaan. En sindsdien schijnt het er te spoken. In 1942 werd Villa Windekind ingenomen door de Duitsers. Vanuit hier werden opsporingen en het verhoor van ondergedoken Joden gecoördineerd. Jodenvervolger Frans Fischer had hier vrij spel. Beide verhoren gingen er hard aan toe. Verdachten werden in de kelder mishandeld en deed Fischer de U-bootspiel, waarbij slachtoffers langdurig onder water werden gedrukt om zo bekentenis af te dwingen. Omdat hier veel moorden zijn gepleegd, schijnt het tot op de dag van vandaag nog steeds te spoken. Peter Linders was een bekende inwoner van Milsbeek. Nu Peter dood is, schijnt hij nog altijd rond te dwalen. Zo zeggen Ghost Hunters dat Peter wordt vastgehouden door een andere entiteit. En dat er meer paranormale activiteiten is waargenomen. In 1994 zagen twee broers 3 mannen in het wit hun trap op komen lopen, richting de voordeur. Toen zij bij de voordeur aankwamen, bleek er niemand te staan. Een andere vrouw die er heeft gewoond, zegt dat zij een man vanuit de tuin naar de voordeur zag komen lopen. Maar later bleek dus dat het de geest van Peter was. Het spookhuis van Sas van Gent was een van de bekendste spookhuizen van Nederland. Van over de hele wereld kwamen mensen hier naartoe. Omdat hier horloges zouden stoppen met tikken, accu's van camera's in ene leeg waren of auto's die niet meer wouden starten. Er waren ook veel zwarte hekserijen en dode kraaien die op de grond lagen. Het verhaal gaat dat in de Eerste Wereldoorlog een Duitse soldaat hier is geëlektrocuteerd. En dat er heel wat Canadese soldaten zijn omgekomen en dat hun zielen hier nog ronddwalen. Ook de ziel van een oude bewoner zou hier hoorbaar zijn geweest, die met zijn houten been daar rondjes loopt. Helaas is het huis nu gesloopt, omdat omwoners overlast hadden van de mensen die hier naartoe kwamen.